Wat krijgen ze nog meer te horen in die weekendscholen? Het staat zo op gespannen voet met het onderwijs dat we in Nederland bieden. He, dus in het onderwijs in Nederland, dat is ongelooflijk belangrijk voor kinderen. Je moet ook heel zuinig zijn op kinderen in Nederland. En dat betekent dat we ze de beste basis bieden. Dat is natuurlijk gewoon goed lezen, rekenen en schrijven. Daar hebben we een cluster klaar. Maar dat betekent ook dat je leert over wat zijn de geschreven en ongeschreven regels in Nederland. Hoe ga je met elkaar om? Wat zijn onze vrijheden? Dat je verliefd mag worden op wie je wil. Maar ook dat je erachter mag komen wie je bent, maar ook een foutje kan maken. En als je dat in het weekend weer afleert, of mensen zeggen van nou, dat geldt toch net wat anders. Of juist erger, dat je eigenlijk wordt geleerd om in je eigen groep terug te trekken. En je tegenover de rest te zetten en daar tegen het geweer te komen. Soms zelfs met geweld. Ja, dat is fundamenteel in strijd met wat wij onder goed onderwijs verstaan. Mm-hmm. Niet omdat ik heb bedacht wat goed onderwijs is, maar omdat het de regels, de afspraken zijn die wij met elkaar hebben gemaakt in Nederland. Maar op die manier, die hoort in het onderwijs. En of dat nou in het reguliere onderwijs of in dit geval informeel onderwijs is, ja, als dat tegen elkaar ingaat, dan moet ik ook op die plekken zijn waar dat juist weer afgebroken wordt, wat we door de week zo goed met elkaar proberen op te bouwen. Ja, of hoe je dat moet doen, over welke stappen er genomen kunnen worden, kom ik zo meteen op. Maar je noemt een aantal dingen. Ik vroeg eerst naar wat concrete voorbeelden. We hoorden al de sharia boven de Nederlandse grondwet stellen. Homo's zijn verderfelijk en die mogen dood. Vrouwen zijn minderwaardig aan mannen. Maar u trekt het breder. Er wordt zelfs tegen de rechtsstaat, tegen de Nederlandse democratie geageerd. En zelfs actief, met geweld. Ja, dat klopt. En dan leer je door de week misschien dat je dus verliefd mag worden op wie je wil. Mm-hmm. En dat je in het weekend wordt dat afgeleerd en dat je iemand een homoseksueel van een flatgebouw zou moeten gooien. Dit soort voorbeelden kennen we, maar u zegt er zijn ook concrete voorbeelden van gevallen waarin met geweld wordt opgeroepen om je met geweld te verzetten. Jonge kinderen hebben het over, hè? Tegen de Nederlandse staat. Nou ja, geweld iemand van een flatgebouw naar beneden gooien vind ik behoorlijk gewelddadig. Ja. Maar we moeten ook, want dat klopt. Hè? En het zijn ook als je door de week heel hard je best doet op school. En je krijgt in het weekend wordt weer eigenlijk gezegd, nou dat is prima. Maar je krijgt als vrouw mag je geen bankrekening openen. Dan is dat tegengesteld aan wat wij met elkaar belangrijk vinden. Maar het gaat verder dan alleen dat. Hè. Het is ook dat je leert dat je de Holocaust mag ontkennen. Dat wetenschap ook maar een mening is. Dat een uitspraak van de rechter niet gevolgd hoeft te worden. Het gaat breder. Het zijn radicale gedachten. En ik wil ook zeggen dat dat niet automatisch natuurlijk te maken heeft met geloof. Want in die zin, er gaan heel veel mensen die gaan na school nog naar een taalschool. Of die leren iets over cultuur. Tuurlijk, vroeger gingen we naar catechese. Ja, precies, en ik kom uit Friesland, daar ging ik ook wel eens naar iets om de taal te leren. Maar het is helemaal niet erg en heel goed. Het kan ook een verrijking zijn voor het onderwijs als je leert de taal die je opa en oma spraken ook kan spreken. Maar dit gaat natuurlijk over hele specifieke dingen. Dit gaat over van die salafistische scholen. Heel orthodox, streng, radicaal, islamitisch. Heeft u enig idee hoeveel van dit soort scholen er zijn? NRC en Nieuws hadden destijds over 50. Wat is uw inschatting? Het is ingewikkeld. Op al die plekken waar dit gebeurt, iets met taal of cultuur, in ver weg de meeste gevallen gaat dat prima. En staat dat niet haaks op die afspraken die we in Nederland maken. Maar je ziet inderdaad. Maar wanneer gaat het mis? Nieuwsuur liet zien dat het toen op 50 plekken was in 2019. Ik krijg regelmatig ook signalen van veiligheidsdiensten. Daar heb ik dan het gevoel bij. Ja, als ik zo hard mijn best doe met elkaar hier in Nederland, al die leerkrachten, voor al die leerlingen, om dat onderwijs goed vorm te geven en die basis bij te brengen. En dat wordt net zo hard weer afgebroken in het weekend. En al is het er maar één, dan is het al één te veel. En we weten dat het er niet één is. We zien die radicale gedachten toenemen. Het gaat ook, een aantal jaar geleden dacht je misschien alleen maar die radicale salafistische hoek. Maar we zien het ook dichterbij. We zien antisemitisme weer makkelijk op de agenda komen. Als je met een keppeltje loopt, dat je misschien niet meer veilig bent als jongetje gewoon in Amsterdam. Maar ook een totalitaire dictatuur wat geroepen wordt in ons parlement. Of dat we geregeerd worden door reptielen. Dat zijn radicale gedachten die worden in de hoofden van mensen geplant. En we moeten niet naïef zijn. Ook in de hoofden van onze kinderen. En daar moeten we zuinig op zijn. En daarmee zuinig op onze rechtsstaat. Maar dan is de vraag natuurlijk wat. Want veel van die scholen bijvoorbeeld, daar staat geen bordje op de deur. Ze vallen niet onder een inspectie. Het gebeurt gewoon in het weekend. Het gebeurt in een moskee of in een buurthuis of bij iemand thuis. Hoe kunt u daar tegen ingrijpen? Thuis mag je helaas misschien tegen je kinderen zeggen wat je maar wilt, toch? Nee, ze nodigen mij niet uit om eens even langs te komen en te vertellen hoe we hier de werkelijkheid verdraaien. Of erger. Maar dat betekent niet dat als het ingewikkeld is, dat ik dan moet zeggen, ja, het is ingewikkeld, dan doen we niet. Ik ben blij dat u actie onderneemt, maar mijn vraag is, dan moeten we dus wat doen. Ja. En wat je zou kunnen doen, is in eerste instantie daar toezicht op organiseren. Dat is al iets wat langer loopt. Kunnen we dat nou doen? Ik heb de onderwijsinspectie. Wie
kijkt ook naar regulier onderwijs, of dat in de haak is. Of dat die basis die we met elkaar zo belangrijk vinden in Nederland, of die daar wordt geleverd. Die gelijkheid van man en vrouw, die vrijheden die we hier hebben. Dus deze scholen, sorry dat ik onderbreek, deze scholen moeten gaan vallen onder de onderwijsinspectie, die weekendscholen. Ik vind het belangrijk dat als er signalen zijn, dan wel via de veiligheidsdiensten, dan wel via de gewoon reguliere scholen of leerkrachten, dat de onderwijsinspectie dan onderzoek kan doen. Dat kan nu niet. Dus nu moet ik vaak, als ik die signalen krijg, moet ik dat zien. Mm-hmm. Een heel ongemakkelijk gevoel bij krijgen. En dan denken, oké, wat kan ik hier aan doen? Op het moment dat het bewezen strafbaar is, dan kan je ook ingrijpen. Maar vaak zit er nog een stap tussen. We moeten het omhoog trekken. Je moet het kunnen zien, kunnen onderzoeken. En ja, het is niet... Hoe ga je dat doen? Want ik bedoel wat u zegt, hè? Ze gaan me niet uitnodigen om langs te komen. En ik denk andersom ook niet. Als u daar aanklopt om zegt, mag ik even langskomen? Mag ik even bij een lesje erbij zitten? Ja. Wat u regelmatig doet op gewone scholen. Gaan ze ook niet doen. Dus A, hoe kom je erachter wat er speelt? Ja. En B, hoe kan je dan fysiek, juridisch, alleszins ingrijpen? Nou, we kunnen het zo moeilijk mogelijk maken. En daar kan echt nog heel veel meer. Dat betekent dat we antidemocratisch lesmateriaal willen we überhaupt ook verbieden. Het staat ook in het coalitieakkoord. Als je dit in de wet regelt, dat de inspectie ook op bezoek kan komen, dat is een bevoegdheid. Als je die niet accepteert, dan heb je daar ook weer een grond voor natuurlijk om te zeggen tegen zo'n club, ja, nou, dit is wel heel verdacht. Laat zien wat je biedt. Laat ook mensen daarop meekijken. Durf ook je kwetsbaar op te stellen. Want in sommige gevallen is het ook soms verouderd lesmateriaal. Het is waar, deze scholen, het hoeft niet automatisch een plek met een dak te zijn en een schoolbord. Mm-hmm. En het kan ook op heel veel andere vormen. Het kan ook in een kamp, op een jeugdkamp in de zomer plaatsvinden. Maar die hebben natuurlijk geen relatie in de zin van dat ze geld krijgen van de overheid. Maar wij hebben wel een relatie met hen, omdat ze invloed uitoefenen op onze kinderen. Dat betekent dat als ik daar dan toezicht op heb, dan kan ik dat zien. En dan kan ik ook luisteren, want misschien betekent het wel, zo'n school zegt, ik heb hulp nodig, misschien wel bij lesmateriaal vernieuwen. Dan kan je met een reguliere school misschien die samenwerking verbeteren. Dus ik wil er ook niet van uitgaan dat er altijd op al die plekken de intenties fout zijn. Maar we zien wel op echt te veel plekken dat we nu het gevoel krijgen, ook vanuit de veiligheidsdienst, en die waarschuwen daar ook op. Elke jaarrapportage zijn die waarschuwingen weer luider. Ja. Dat er radicale stromingen zijn in Nederland die dit soort gedachten, en dat gaat breed, dan wel dat homodiscriminatie prima is, dan wel dat antisemitisme prima is. Dat gaat breed, dat krijgt voet aan de grond en dat wordt geplant in onze kinderen. En wij moeten op al die plekken waar dat gebeurt bij zijn. Omdat we in het reguliere onderwijs dat zo belangrijk vinden, moeten we daar ook zijn.